theatergroepen die hebben opgetreden op het schoolplein. En dat was in de pauzes voor alle leerlingen van school. En we hebben daarnaast ook nog twee voorstellingen gehad voor specifiek HAVO5 leerlingen die CKV hebben. Het was heel interessant. Of course, a teenager audience is different than an adult audience or audience of children. Sometimes teenagers don't dare to go out so much, especially if they are with other teenagers. So you have to work extra hard to have some good direction. But it worked, so I'm very happy and I had a lot of fun. Ik was op een vrijwilligersbijeenkomst van Spoffin en die vroegen scholen, die hadden scholen nodig voor de schoolplein teasers. Dat willen ze opzetten dit jaar. En toen zei ik van nou, kom maar bij mij op school, want dat kan ik voor jullie regelen. Het is wel leuk. Ik bedoel, hoe leuk kan je een pauze maken door dit soort voorstellingen aan te bieden. Iets totaal nieuws zien, iets totaal anders zien. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Gewoon weer eerder even op een andere gedachte komen. En dat is denk ik de meerwaarde van dit soort voorstellingen op school. So, if you want to become like me, you need to let your hair grow. That's a very important point in my act. The biggest tip, I think, is probably to practice and never give up. I know it's a cliche, but it's true. So just don't give up and it's gonna work out. Ik hoop in elk geval dat de leerlingen met deze voorstelling dat ze denken van nou, we gaan dit weekend lekker de stad in en van alles bekijken. Dat zou heel leuk zijn.